Er moet nog heel wat gebeuren. Het ziet er nog niet echt uit als een school en toch zullen hier op 2 september 50 leerlingen beginnen aan hun eerste jaar op deze nieuwe Antwerpse school. Vrije basisschool Nathan mikt op kinderen met creativiteit en ondernemingszin. Dit is geen privéschool, dit is een gesubsidieerde, vrije, erkende basisschool vanuit Vlaanderen. Dus de kinderen, de deur staat open voor alle kinderen, autochtoon, allochtoon, jood, moslim, christen. Dus wij zijn ervan overtuigd dat dit een perfecte drempel is waarbij alle kinderen de kans krijgen om kennis te maken met het ondernemerschap en de creativiteit. Bedrijfsleiders zullen de kinderen hier aangepaste workshops geven. Waar volgens oprichter Tim de Volder traditionele scholen het bedrijfsleven links laten liggen, zullen de kinderen hier leren hoe ze organisatorische evenementen moeten uitwerken. Toch zullen kinderen hier geen bikkelharde zakenlui worden. Integendeel, het is de taak van de grote CEO's dat zij het moeten vertalen op kindermaat. En het is als pedagoge het heel belangrijk om daar duidelijk een verschil in te maken. Van kijk, lieve mensen, het begint bij jezelf. En daar willen wij toch wel een duidelijk verschil in maken. En hen daar attent op maken. Het is heel duidelijk een aanvullend gegeven met een heel duidelijke pedagogische sterke visie, waarbij dat ondernemen en creativiteit in de breedste zin van het woord centraal staat.